Mooi. Nou, als het goed wordt niet opgenomen. Dan ga ik even mijn scherm delen. En dan kunnen we samen kijken naar de probleemomschrijving. Een kleine agenda voor vandaag. Ik wil even stilstaan bij een aantal principes, zoals ze net eigenlijk probeert toe te passen. We hebben natuurlijk een manifest geschreven met een aantal high-level punten, maar daar komen een aantal technische dingen uit voort. Dat verklaart waarschijnlijk ook voor een deel waarom wij bepaalde keuzes met elkaar proberen te maken. Een stukje achtergrond in het domein zelf, toestemmingen, tot zover ik hem zelf heb kunnen afpellen. Waar wij en jullie natuurlijk met elkaar als community tegenaan gaan lopen. Wat wij als groep met elkaar willen doen. En ook natuurlijk, wat willen we uiteindelijk gaan opleveren? Heeft iemand hier nog een aanvulling, vraag over? Nee, dat is duidelijk. Mooi. Nou, de design rules. Het doel is een toekomstbestendige en schaalbare oplossing met elkaar neer te zetten. En daarvoor hebben we gekozen voor de principes van de self-sovereign identity. En daarmee eigenlijk komt het erop neer dat je allemaal verschillende actoren hebt in een landschap. Partijen die dingen uitgeven, partijen die iets hebben en iets kunnen aanbieden aan iemand anders. En we geloven dat dit een heel schaalbaar en veilig model is. Het is heel eenvoudig eigenlijk. Je kunt het plaatje aan de rechterkant zien staan. En we denken dat de meeste van dingen zoals toestemming en autorisaties hier op te mappen zijn. We proberen de rollen in het toestemmingssysteem, denk ik, zo goed mogelijk te verdelen. Dus de partij die zeg maar toestemming geeft, moet meteen de partij ook zijn die dus de data zelf heeft. Dus het kan best wel zijn dat je een paar keer naar hetzelfde systeem een call doet. Maar dat komt omdat in de basis bijvoorbeeld ook een systeem die twee rollen, twee systemen hadden kunnen zijn. En daar kon ik een beetje. Diezelfde logica gebruiken we ook in punt nummer 3. Namelijk als het lijkt op een standaard, dan is het waarschijnlijk die standaard. En dan moet je het ook gewoon proberen het in die standaard te stoppen. Ja. Dat betekent dat het compatible is met een heleboel bestaande systemen. Plus dat die standaarden vaak ook al geaudit zijn en getoetst. Dus daar kun je een heleboel van hergebruiken dan, van die veiligheden die er dan al in zitten. En heel specifiek bedoel ik hier bijvoorbeeld OAuth of OpenID Connect mee. Omdat die, en soms hebben we wel eens de discussie van, goh, waarom vragen we niet meteen een token op of zo. Maar eigenlijk, als je niet oppast, wijk je vervolgens van zo'n standaard af. Ondanks dat hij er heel erg op lijkt, doe je soms misschien iets dubbel op deze manier, maar zorg je er wel voor dat je compatible blijft met bestaande, veelgebruikte manieren. En die laatste gaat eigenlijk over, dus een claim should have a value outside the infrastructure, of storage, of system. En wat je vaak ziet, hè, als je geeft iets in een database stopt, en je weet, zeg maar, je hebt alleen maar afspraken gemaakt over hoe het erin is gekomen, dan heeft het alleen maar waarde zolang het erin staat. Dus als je geeft een stuk informatie dan eruit gaat halen bijvoorbeeld, en op een andere plek gaat aanbieden of proberen te gebruiken, dan heb je geen zekerheid meer over de kwaliteit van die gegevens, of over de authenticiteit, of de validiteit van die gegevens. Dus dat is natuurlijk ook wat heel mooi past op het self-sovereign identity, en vooral dus de toepassing van verifiable credentials en dat soort zaken. Daar staan handtekeningen onder. En dus gegevens die je op een andere plek gebruikt, kun je nog steeds terugleiden naar de eigenaar, de partij die het heeft uitgegeven. En dus een infrastructuur is een manier om die dingen uit te wisselen met elkaar. Maar het hoeft niet per se. Dus stel je voor, je verzint een offline manier om een credential van A naar B te brengen. Dan zou dat ook moeten werken. Dus dat zijn een beetje de uitgangspunten waarin we oplossingen binnen Nuts proberen te ontwikkelen. Ja. Hebben jullie nog vragen, aanvullingen? Nee, dat is helder, denk ik. Ik denk dat dit is in het algemeen natuurlijk gewoon, zijn dit de designregels voor alles binnen Nuts. Ja. Wij hebben natuurlijk al een poging gedaan om dit te implementeren. En dat is wel heel erg, in plaats van dat je iets vastlegt, zoals je dat bij een autorisatie bijvoorbeeld doet, of bij een organisatie. In plaats van dat je iets vastlegt, is het meer request-response, dit idee. En daarin vonden wij het nog wel lastig om dit toe te passen op iets wat gewoon puur procedureel is, zeg maar. Maar daar komen we zo meteen wel op bij, denk ik. Ik denk dat we dat zeker in die scope-bepalingen moeten gaan meenemen, ja. Klopt, ik heb daar nog een punt aan gewijd verderop. Goed, dan wil ik
eens even kijken naar het probleemdomein. Dus dit gaat eigenlijk over de... Nee, wat is dan zo'n toestemming? Wat is nou zo'n autorisatie? In het begin is het natuurlijk een... je hebt een patiënt-dokter relatie... waarbij eigenlijk geen gegevens mogen worden gedeeld met anderen. Behalve een paar uitzonderingen. Die staan netjes allemaal opgeschreven in de wet. En die geheimhouding, dat patiëntgeheim... Dat ligt natuurlijk aan de basis voor dit hele probleem wat we met elkaar hebben als het gaat over informatieuitwisseling. Nou, een uitzondering, zoals die in de wet staat omschreven, noemen ze dan, hè, kunnen we zeg maar een legal basis noemen hier met elkaar. Dus dat zijn zeg maar een legale uitzondering voor het delen van gegevens. En een patiënttoestemming is zo'n legal basis. Ja. Dus er zijn er meer. Maar consent of patiënttoestemming is er één van. Vervolgens heb je ook nog protocollen die bepalen wat dat dan vaak betekent. Dus een patiënt kan prima zeggen, ik wil dat je, voor mij mag je deze gegevens met iemand anders delen. Maar of met misschien wel een hele groep of met elke relevante zorgaanbieder. Hè, dat wordt ook tegenwoordig vaak gevraagd nu. Maar dat betekent nog niet dat iedereen dat alles mag zien. Dus er zijn ook nog protocollen vanuit beroepsgroepen opgesteld, vanuit de koepels. Die zeggen bijvoorbeeld een behandelaar met een bepaalde rol mag onder deze voorwaarden bij deze gegevens inzien of iets mee doen. Dus dat is een beetje de wie, wat, wanneer context die hierbij komt. Mag ik hier een vraag over stellen? We zijn natuurlijk ook een beetje... Nou, wij zijn ook constant met dit soort vraagstukken bezig over wat wel en niet mag legally. En dan komt nog wel eens de vraag terug, als de patiënt jouw toestemming heeft gegeven om... als de patiënt consent heeft gegeven voor uitwisseling met een specifieke persoon of met een specifieke groep personen, zijn er dan nog andere zaken die dat kunnen tegenhouden? Dus stel dat de patiënt zegt, jij mag mijn medische gegevens delen met de supermarkt. Iemand die er helemaal niks mee te maken heeft, de supermarktmanager. Mag dat dan? Of zijn er dan nog protocollen die dat tegen kunnen houden? Is het consent van de patiënt final? Of zijn er dan nog dingen die dat tegen kunnen houden? Ja, dat is eigenlijk het ene laatste punt. Dat is de verantwoordelijkheid van de arts. Dus elke gegevensdeling vindt toch op plaats nog steeds om de eindverantwoordelijkheid van de arts zelf. En die heeft een aantal checks die nog moeten worden gedaan. En heel vaak is dat niet nodig. Maar in dit geval zou dat bijvoorbeeld een hele logische zijn. Want een gegevensdeling mag bijvoorbeeld niemand schaden, om het maar zo te noemen. Dus dat kan zelf de patiënt zijn, maar ook iemand in de omgeving van de patiënt. Dus als dat bijvoorbeeld een patiënt heeft iets verteld over een naaste of misschien een familielid. En dat is zeg maar het delen van gegevens met een bepaalde partij. Ook al vindt de patiënt prima dat zijn eigen gegevens zouden worden gedeeld met de supermarkt. En in dit geval zou de arts natuurlijk ook zeggen, nou, dat lijkt me geen goed idee voor jou. Ja. Maar het kan ook zijn met bijvoorbeeld een andere arts. En daar staat bijvoorbeeld gegevens in over, die niet over die patiënt gaan. Dan is het misschien nog steeds een idee om dat stuk niet te delen. Dus okay. Er zijn een aantal stappen en die protocollen, dat zijn eigenlijk zeg maar uitwisselvoorwaarden die graag worden gezien. Dus bijvoorbeeld stel je voor, je hebt een dossier en er zijn meerdere partijen betrokken bij een behandeling. Dan kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld, hè, als we kijken naar de geboortezorg, dat je krijgt dan kraamhulp. Kraamhulp krijgt toegang tot een ander set van gegevens van de verloskundige. En de verloskundige heeft weer andere inzichten dan bijvoorbeeld de gynaecoloog. Mm-hmm. En wie wat dan bepaalt, dat wordt vastgelegd vaak in protocollen. Oké, okay. Ja. Dus in principe, de patiënt kan wel toestemming geven, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de dossierhouder dat die gegevens in de juiste handen komen. Ja, en dit is ook het lastige stuk, vind ik zelf. Tenminste, als je dat heel strikt bekijkt, dan zou een arts in principe altijd, als die verantwoordelijkheid ook wil nemen, een soort op een knop moeten drukken voordat die gegevens daadwerkelijk, zeg maar, als er een vraag komt. Hè. Dus die zou op een of andere manier altijd actief moeten zijn in het delen van die gegevens. Maar goed, in de praktijk kan je dat natuurlijk heel erg afhangen van het domein. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in de GGZ of de jeugdzorg, dat er een veel striktere controle gaat plaatsvinden op welke gegevens naar wie gaan, dan dat je dat bijvoorbeeld doet voor medicatie in het algemeen, of een labuitslag, of een dus zaken die, zeg maar, die heel veel van A naar B gaan en die gewoon nodig zijn voor een normale behandeling. Dus dat het dus, en dat je dat ook, volgens mij is dat ook een van de taken die we krijgen, denk ik, in deze werkgroep, is zorgen dat het systeem zo werkt dat afhankelijk van, onafhankelijk van welk type uitwisseling, als een
als een gegeven moment een uitwisseling zegt, het is voor ons nodig dat hier een arts naar kijkt, of dat er een soort rule engine achterkomt. Dus is dit bijvoorbeeld een kwetsbare patiënt volgens hun eigen definitie, dat het dan bijvoorbeeld in een inbox komt en dat het systeem ook asynchroon zo'n toestemmingsverzoek, als we het daarover hebben, kan afhandelen. Ja, oké. Oké, verder nog iets? Vragen over deze sheet? Duidelijk. Ja. Dan hebben we het nog over kwaliteit van de consents. Dus je kunt grofweg zeggen dat je te maken kan hebben met verschillende type toestemmingen. Dus in eerste instantie is dus de toestemming is de verantwoordelijkheid voor de bronhouder. Dus de bronhouder heeft die toestemming nodig als een van de onder bepaalde voorwaarden, als een van de redenen om een uitwisseling toe te staan. Dus we gaan naar autorisaties toe. Die heb ik trouwens hier niet genoemd. Autorisaties is daadwerkelijk de toestemming om bepaalde resources te benaderen. Dus wat we nodig hebben voor een uitwisseling op technisch vlak is een autorisatie. Maar alles wat erboven zit is een aanleiding voor een autorisatie. Ja, die autorisatie moet een wettelijke grondslag hebben. En één daarvan is consent, toch? Dus ja. Zouden ook andere redenen kunnen zijn dat een professional geautoriseerd wordt om gegevens in te kunnen zien? Ja, inderdaad. Dus bijvoorbeeld een veronderstelde toestemming, zoals we die noemen. Dat is dan geen toestemming die je vastlegt in een systeem. Maar als je bijvoorbeeld zegt van je doet een overdracht naar een andere zorginstelling. Ja, dan gaan we ervan uit dat die patiënt, die hoeft dat niet vast te leggen in een toestemmingssysteem. Maar die is dan wel akkoord mee dat die dat de behandeling wordt overgedragen. Dus dat is een andere basis voor consent. Voor een autorisatie. Een spoedgeval is bijvoorbeeld weer een andere. Een wettelijke rechter die bijvoorbeeld zegt, je moet die gegevens delen. Er zijn diverse. Maar wij concentreren ons dat betreft nu even op consent. Met in gedachten houden natuurlijk dat autorisatie, zeg maar, een soort van de universele toestemming is tot een stukje data. Ja, dus de bronhouder is dus verantwoordelijk voor het vastleggen van die patiënttoestemming. Voordat hij die op basis van een toestemming gegevens kan delen. Dus die bronhouder die moet zelf zeg maar voorzien in die boekhouding. Dus wat je dus veel ziet is dat zorginstellingen lokaal toestemmingen zijn gaan vastleggen. Dus dat kan op papier zijn geweest of tijdens een zorgleverovereenkomst als je in langdurige zorg komt. Dat kan natuurlijk ook een rechtstreekse vraag zijn aan iemand. Vind je het goed als we die gegevens gaan delen? Dat zie je natuurlijk ook bij het LSP-vinkje. Bijvoorbeeld op het moment dat je bij een apotheek of een huisarts komt. Dus dat zijn eigenlijk die lokaal vastgelegde toestemmingen. Maar wat je dus nu ook ziet is vaak dat die toestemmingen voor bijvoorbeeld een hele regio of een samenwerkingsverband of zelfs landelijk nu worden uitgevraagd. En dat is een interessante vraag, want die toestemming staat dan niet meer per se bij de bron. Het kan best wel zijn dat jij bijvoorbeeld gewoon een regio-toestemming vraagt van een samenwerkingsverband, dat die toestemmingsvraag is uitgevraagd bij de huisarts, maar dat je daarmee eigenlijk toestemming geeft om bijvoorbeeld tussen de huisarts en de apotheek gegevens of in het lab, bijvoorbeeld in de regio, gegevens uit te wisselen. En dat betekent eigenlijk dat die andere toestemmingssystemen vertrouwen op de kwaliteit van toestemmingsvraag die is gesteld door degene die de toestemming heeft vastgelegd namens de patiënt. En dat is interessant, want zolang je hem voor jezelf vastlegt, dan heb je het proces compleet in de hand. En dan is het jouw interne autorisatie, jouw interne proces waar je dan akkoord op gaat. Maar op het moment dat jij een andere partij gaat vragen toestemmingen voor jouw eigen systeem te gaan vastleggen, dan moet je wel zorgen dat die aan een bepaalde kwaliteit voldoet. Anders dan heb je daar geen grip op natuurlijk. Dus de vraag bijvoorbeeld, is die onder de juiste omstandigheden gesteld? Was die patiënt volledig geïnformeerd? Heeft hij begrepen? Was het voorwaardelijk of niet? Als je zegt van, je kunt alleen in zorg bij ons als je alle gegevens met alle partijen waar wij mee samenwerken deelt. En die patiënt die heeft zorg nodig en die zegt dan ja, dan is dat dus ook. Dus dan moet hij bijvoorbeeld aan bepaalde eisen voldoen. Nou, die eisen leg je vast in een afsprakenstelsel. En als dat dus regionaal is, dan spreek je die regionaal af natuurlijk. Dus dan kennen elkaar vaak nog wel, maar als je dat landelijk doet, dan moet je dus echt zorgen dat al die dat het vastleggen van die toestemming aan hoge eisen voldoet. Dat is bijvoorbeeld het mits-afsprakenstelsel wat is gemaakt. Dus niet zozeer mits de applicatie, maar het mits-afsprakenstelsel stelt allerlei eisen aan de kwaliteit van zo'n toestemmingsvraag. Om te borgen dus dat als iemand dus die toestemming vastlegt, dus de ja, ik vind het goed dat al mijn gegevens met alle relevante zorgverleners wordt gedeeld. Dat dus ook iedereen dan als bronhouder kan vertrouwen op die gegeven toestemming.
Die wilde ik nog even noemen, omdat er wel een verschil is dus tussen lokaal vastleggen of vertrouwen op toestemmingen die in een ander systeem staan. Ja. En dat je dus niet per definitie ervan uit kunt gaan als iemand anders in zijn systeem heeft vastgelegd dat die patiënt zegt van ik vond het goed dat al mijn gegevens met iedereen worden gedeeld, dat jij dan als zorginstelling daarop kan vertrouwen. Dan moet je dus wel zeker weten dat die toestemming onder bepaalde omstandigheden is vastgelegd. Mm-hmm. En dat het dus afhankelijk is van het afspraakstelsel waar je mee akkoord bent gegaan. Ja, maar ook waar is precies toestemming voor gegeven? Want dit is dan het geval dat er het dossierhouderstoestemming, waarbij je zegt dat alle gegevens gedeeld mogen worden met iedereen die dat nodig heeft, ja, dat specifiekere toestemming krijgt, dan moet dat ook gestandardiseerd zijn van dat alle partijen snappen welke gegevens dan wel of niet uitgewisseld mogen worden en met wie. Ja. Even kijken of dat al hier is. Kijk, je hebt inderdaad, wat voor toestemmingtypes heb je? Hè? Dus je hebt eigenlijk, dat is een beetje een semantische vraag. Dus je hebt zeg maar globale permissies, waarbij je zegt ja, alles naar de relevante partijen. Of specifiek, dat je zegt alleen maar een bepaalde zorginstelling voor een bepaalde type. Dus dat zien we vaak natuurlijk voor Baby Connect. Er zit een heel set aan zorginformatiebouwstenen in. Dan zeg je dus eigenlijk als je dus voor de geboortezorg zegt van ja, deze partijen mogen met mij over mij samenwerken, dan hebben we het eigenlijk over alles wat valt onder geboortezorg, type I. En alleen maar zorginstelling is X of caregiver X, en dat is natuurlijk een set aan partijen die met elkaar moeten samenwerken. Dus er zijn verschillende type toestemmingen. Er zijn verschillende systemen. Dus dan hebben we het ook te maken met allerlei integraties en logistieke problemen. Dus het staat in het bronsysteem, het staat regionaal met een regionaal afsprakenstelsel in bijvoorbeeld een XDS Affinity Domein. Of je hebt iets nationaals, zoals bijvoorbeeld MITS, met een eigen afsprakenstelsel. Of, en dat is iets wat we misschien in de nabije toekomst gaan zien, is dat personen, burgers vanuit hun persoonlijke gezondheidsomgeving, of de zogenaamde digital agents, eigenlijk een soort profiel of iets instellen waar je dus een soort, ja, dat die dus eigenlijk toestemming kan gaan geven voor jou of de patiënt doet dat zelf in zijn PGO. En dan kun je je voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, de patiënt vindt het goed als ik dat bij die partij opgevraagd en dat de patiënt zegt ja of nee. Dus we hebben een logistiek probleem en integreren. Dus waar staan die systemen allemaal? Wat voor koppelvlakken hebben ze? Hoe krijgen we die data eruit? We hadden het net al een beetje over push en pull. Ik heb hier aan de rechterkant een klein plaatje staan, hè, waar je het ook al een beetje ziet. Dus bijvoorbeeld zo'n ECD heeft bijvoorbeeld die toestemming lokaal staan. Je hebt een EPD, die heeft hier bijvoorbeeld een MITS gebruikt die. En die heeft ook nog een regionaal systeem. En die viewer die moet op een gegeven moment bij die toestemming. Dus die zegt van ja, hoe kom ik hierbij? Hè? Ga ik dat dan aan die dingen, aan die systemen vragen? Ga ik het dan aan dit systeem vragen? Of vraag ik het gewoon aan een koppelvlak wat het EPD hier aanbiedt? Of in ieder geval deze zorginstelling? Maar wordt die een soort abstractie voor al zijn interne toestemmingen? En wat voor koppervlak is dat dan? En dan heb je natuurlijk ook nog een beetje, wat ga je dan doen als je zo'n toestemming hebt? Hè? Uiteindelijk heb je natuurlijk, hoe kom je eraan? Dus die toestemming moet worden vastgelegd. Dat kan de patiënt zelf doen. Het kan ook zijn dat een arts of een behandelaar dat voor de burger doet. Dat wordt nu veel gedaan. Wat voor garanties geef je erbij, dus onderteken je dat bijvoorbeeld met je UZI-pas, zoals dat nu bijvoorbeeld op bepaalde toepassing wordt gedaan, of vertrouwen we dat erop en wat ligt daaronder? En hoe kom je uiteindelijk van een toestemming naar een autorisatie? Dus het kan best wel zijn dat hier ergens iets in vastgelegd is, maar die viewer wil erbij en die heeft een autorisatie nodig. Dus hoe komt hij uiteindelijk van een toestemming naar een autorisatie? En een van de uitdagingen is natuurlijk ook dat een toestemming die kan worden ingetrokken, kan worden uitgebreid, kan worden aangepast. Dus hoe zorgen we ervoor dat ook de systemen van elkaar op de hoogte zijn? Op het moment dat je dus een autorisatie hebt gebaseerd op een toestemming en die toestemming die is ingetrokken, dat je dus ook die autorisatie niet meer kunt gebruiken. Volgens mij dekt dit de lading wel, ja. Ja. Alleen deze werkgroep gaat dan niet alleen over autorisatie verzoeken, toestemming verzoeken, denk ik, maar ook gewoon over deze algemene toestemmingsvraag. Hoe vertaal je dat naar nuts? Denk ik. Ja.
Want dat, ik denk dat het op zich wel een goed idee is, hoor. Want de een kan je niet echt oplossen zonder een goed idee te hebben over de ander. Maar voor de duidelijkheid dus, gaat in het algemeen over toestemmingen dan. Ja, nou ja, dan toestemming. We begonnen natuurlijk, de groep werk op heet de autorisatie workgroup, geloof ik. Maar volgens mij is het hele doel ook van deze meeting, is om met elkaar te bepalen wat wij willen oplossen. Dus we hebben natuurlijk een technisch stuk, maar volgens mij is toestemming zo verwoven met een stuk legal en een stuk is het legal? Het is legal en je hebt zeg maar legal, je hebt semantics, dus al die manieren hoe die toestemmingen zijn verwerkt. En je hebt een stuk technisch op datastandaarden, dus de ene ligt vast in een database, de andere zit nog iets van een FHIR-model overheen, en de andere is misschien gewoon letterlijk op papier. Dus daar zit een stuk integratie. En dan hebben we daadwerkelijk inderdaad van, dan kunnen we hoe krijg ik die autorisatie in mijn systeem als de toestemming ergens anders ligt? Dus hoe vinden we de systemen? Hoe gaan we die verzoeken uit doen? En daarin moeten we keuzes maken. Dus komen we eigenlijk meteen denk ik terecht bij de volgende sheet, waarin we dus met elkaar scoping gaan bepalen. Wat willen we eigenlijk oplossen met elkaar? Misschien nog een klein stapje hier opzij. Want we hebben natuurlijk nut is wat dat betreft natuurlijk een initiatief van leveranciers om een technische oplossing neer te zetten. Maar bovenop de technische oplossing worden use cases gebouwd. Dus technische afspraken gemaakt. Dus programma's zoals bijvoorbeeld een Baby Connect of een e-overdracht zullen iets moeten gaan opschrijven over hoe zij toestemmingen moeten gaan gebruiken in hun toepassing. En dat zie je vaak nu ontbreken. En ik denk dat wij daar wel iets in kunnen helpen natuurlijk. Want uiteindelijk, zeg maar, je hebt de nutste technologie waarin we iets faciliteren. Dus we kunnen koppelvlakken afspreken en dat soort zaken. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel zeggen, jullie moeten het wel zo opschrijven, zodat het zo daadwerkelijk op deze manier kan worden gebouwd. Ja. En jullie kan natuurlijk ook een technische werkgroep zijn van leveranciers die uiteindelijk die eisen vertaalt naar een stuk techniek. Ja. Maar dan moeten we denk ik wel die TA-schrijvers, die use case-schrijvers, moeten we op een of andere manier gaan faciliteren. Ja. Dit zijn een beetje dingen waar ik aan zat te denken. Waar je tegenaan loopt. Dus een van de dingen is bijvoorbeeld, waar staat een toestemming opgeslagen? Wat voor store? Hoe vertaal je een autorisatie, consent naar een autorisatie? Hoe integreer je met bestaande stores? Ik gaf volgens mij in jullie vorige presentatie heel mooi aan. Dan heb je een applicatie. Daar worden die consents in opgeslagen. Dat is dan bijvoorbeeld een lokale toestemmingsvoorziening. En die kun je bevragen. Dan kun je een query afsturen. Maar als een consent wordt ingetrokken, weet je dat niet totdat je de vraag eraan stelt. Dus hoe zorg je ervoor dat zo'n autorisatierecord wordt ingetrokken bijvoorbeeld? Als het consent ook ingetrokken wordt. En ik denk dat we daar bijvoorbeeld afspraken zouden moeten maken over hoe die consent stores dan zeg maar aan koppelvlakken gaan aanbieden. Want anders kun je natuurlijk bestaande uitwisselingen die al worden gedaan op basis van die toestemming die ooit is vastgelegd, niet die kun je dan blijven hergebruiken. Even kijken, dus dat gaat meteen over het intrekken van die toestemmingen, de revocations. Hoe gebruiken we dus een consent die ergens ligt? Hoe zetten we die om in een autorisatie? En dan hebben we het natuurlijk nog helemaal op het begin over die verantwoordelijkheid van die arts. Hè? Dus hoe zorgen we ervoor dat die arts nog altijd het soort van de gelegenheid krijgt om het laatste woord te hebben over een uitwisseling? Dus als we protocollen en standaarden gaan ontwikkelen, zou ik het wel heel fijn vinden als we die kunnen meenemen. Ja. Een toepassing. Ik mis je nog één dingetje en dat is als ik weet dat er consent is en ik wil van een andere partij gegevens opvragen, maar ik heb nog geen autorisatie. Hoe verzoek ik dan die autorisatie in een andere partij? Dus gaan we daar iets voor implementeren of zal dat buiten nuts werken? Niet toestemmingsverzoek is niet helemaal de juiste naam, maar de autorisatieverzoek, gegeven toestemming. Ja, dus ik heb hier gezegd, how to use consent from authorization. Ah, oké. Okay. Ja. Daar zit hij denk ik in. Ik speak even bij mijn volgende slide. En ik heb hier inderdaad, wil ik het hebben over workflows, want uiteindelijk is dat natuurlijk waar jullie recht meteen tegenaan lopen. Ja. Ik denk dat hij hierin zit, hè? Ik denk het ook, ja.
Zijn, had je verder nog, want dit is natuurlijk wel, dit gaan we denk ik deze meeting proberen zoveel mogelijk af te spreken. Dus hebben we het hier, omvat dit denken jullie grofweg het probleem domein? Ik denk dat dit alles dekt. Ik denk wel dat er een aantal dingen tussen zitten die niet, nou ja, het wordt allemaal een uitdaging om een aantal van deze dingen op te lossen met de techniek die in nut zit, denk ik. We hebben daar ook wel ideeën over en we hebben daar al een gedeelte voor geïmplementeerd om in ieder geval voor ons de use cases verder aan te kunnen werken. Maar het, ja. Het is fijn dat we het dus niet alleen over authorization requests hebben, maar dat we het ook hebben dus over hoe gaat consent vindbaar worden gemaakt in NUTS en hoe gaan we dat vastleggen binnen NUTS. Dat zijn daar ideeën over. Dus een hele hoop om te bespreken. Maar ik denk inderdaad dat je hier alles wel mee hebt te pakken. Ja, ja en misschien moeten we dat ook niet vergeten natuurlijk. Er is ook nog een wereld waarin we leven waarin je ziet dat er dus nu NEN-normen voor generieke toepassingen worden ontwikkeld. Daar heb je natuurlijk ook een NEN-norm localisatie. En daar worden natuurlijk eigenlijk vergelijkbare vragen gesteld. Het gaat niet zozeer om die toestemming en om die autorisatie, maar wel eigenlijk vanuit de vraag, waar staan de gegevens voor een bepaald pakket, voor een bepaalde use case? Dat soort normen en ook natuurlijk die algemene vragen zullen we hier zeker ook moeten meenemen, denk ik. En als je dan kijkt inderdaad naar die workflows, dan hebben we het eigenlijk te maken denk ik met twee verschillende initiatoren. Want die workflows gaat dus, ik zal hem nog even aanvullen. In dit geval gaat het over een workflow voor we willen natuurlijk de toegang willen we krijgen. Ja, en bedoel je hier authentication credentials, zoals je het op hebt geschreven, of bedoel je authorization credential? Ik bedoel in de tekst eronder. Heb ik hem overal verkeerd opgeschreven? het gaat over de authorization credentials inderdaad. Ja. Dus de credentials waarin de bronnen staan eigenlijk waar je toegang tot krijgt. Dus zoals we die voor de e-overdracht hebben gedaan, waren dat gewoon URL's met lees- of schrijfrechten. Dus dat zijn echt file resources. Maar je kunt je voorstellen dat je daar ook nog iets in kunt aanpassen. Hè? Dus als je we hebben ook wel eens de vraag gekregen, Smart on Fire is bijvoorbeeld zo'n initiatief waar al behoorlijk wat is uitgewerkt over hoe je OAuth scopes eigenlijk op een Fire server kunt vastleggen in een OAuth credential, of OAuth access token. Mm-hmm. Dus je kunt je voorstellen dat als je veel generieken wil hebben, dus niet specifiek over lijsten van resources zoals vaak met programma's wordt gewerkt. Hè? Dus een EO-overdracht of een BB Connect die zeggen, dit zijn de zips, dit zijn de queries die je moet draaien en mag draaien. Dus dan krijg je alleen toegang tot die specifieke resources op een server. Maar op het moment dat je zegt, ik wil voor een specifieke patiënt mag je wat mij betreft alle meetwaarden opvragen. Dan kun je het ook hebben bijvoorbeeld over OAuth scopes op zo'n API. Ja. Dus het gaat inderdaad over authorization credentials. En er zijn eigenlijk denk ik twee smaken. Er is een bronhouder die ze heeft ingericht. Dus als je uitgaat bijvoorbeeld van het scenario dat je in het geval van dat je uitgaat bijvoorbeeld van een intake. Zo hebben we met BB Connect wordt uitgewerkt. Dan kom je bij de verloskundige in de praktijk. En die gaat eigenlijk het netwerk in kaart brengen. En die zegt dan, wie hoort er allemaal bij? En dan kun je dus op een gegeven moment gegevens gaan delen met andere partijen. En andere partijen kunnen die gegevens terugdelen. Dus daar zit natuurlijk wel nog dan kun je dus zelf die data delen, maar de e-overdracht is natuurlijk niet heel veel anders. Dan zeg je eigenlijk, je draag je over aan die andere partij, je maakt zelf het autorisatiecredential aan voor de andere partij en daar is een aanleiding voor. Maar je kunt ook het andersom hebben, namelijk je zit bij een arts of de arts wil bij jouw gegevens, dus en die staan op verschillende plekken en je hebt daar nog nooit een toestemming voor vastgelegd.
of een autorisatie voor. Er is geen autorisatie aangemaakt. Er is mogelijk wel een toestemming vastgelegd. En dan moeten we met elkaar gaan uitzoeken. Hoe vind je dan bijvoorbeeld die consent store? Of hoe doe je dat verzoek? Is het consent bijvoorbeeld de toestemming al bekend bij de partij die de aanvraag doet? Dus de patiënt zit aan je bureau en geeft jou de toestemming. Kun je dat eventueel aantonen? Maar het kan natuurlijk ook zijn dat als je dus in een online gedeelde toestemmingsvoorziening bekijkt, dus denk aan een regionale of een landelijke toestemmingsvoorziening waarvan jij de toestemmingen vertrouwt, kun jij die toestemming dan meenemen naar zo'n organisatie in jouw verzoek? Dus dat je zegt, op basis van deze toestemming wil ik graag toegang tot de gegevens. Ja. Die laatste is natuurlijk de ondersteuning in deze workflow voor het handmatig toestaan van de bron. Dus om ook natuurlijk netjes en die wetgeving te voldoen. Ik denk dat hier nog eentje mist. Hè? Ik zei hem net zelf al. Het gaat eigenlijk over die noem je dat, zeg maar, een soort beheerrol. Dat heeft een mooie naam. Dus dat je een soort van dus je gaat de boel in kaart brengen. Dus dan heb je eigenlijk een rol. Dan heb je een regiefunctie eigenlijk. Dus iemand, zeg maar, zoals een verloskundige, die zegt, ik ga het netwerk in kaart brengen van een bepaalde use case. Wat hij natuurlijk probeert te doen, is namens die patiënt tijdens zo'n intake zo'n netwerk in kaart te brengen. Dus mobilisatie van? Of, ja. Dat hij van waar de gegevens bekend zijn? Ja, dus je probeert een netwerkje samen te stellen. En dan ben je eigenlijk case manager, zeg maar. Oh, oké. Okay. Het heeft een mooie naam, want case manager was geloof ik beladen. Maar in dit geval gaat het erover dus dat jij, je hebt een case manager en die gaat voor jou je netwerk in kaart brengen. Dus die zal die toestemmingsverzoeken gaan doen om in te kijken, maar die gaat natuurlijk ook de toestemming uitdelen. Dus ook, het lijkt denk ik wel redelijk op deze. Je gaat met een requester iets doen. Ja, dus maar hij moet wel even worden meegenomen. Ik denk wel dat het belangrijk is om hem te toetsen. Om te kijken wat we hebben bedacht. Want het is meer dan alleen... Wat namelijk deze persoon gaat doen, is ook... Het is niet alleen tussen jou. Hè? Dus stel je voor, je gaat naar die verloskundige en je zegt, we gaan het netwerk kaart brengen. Dan is het geen sterrenvorm. Want anders was het heel makkelijk geweest. Dan was het namelijk dat je zegt, ik ben verloskundige en ik ga met dat ziekenhuis en dat ziekenhuis met mij. En ik ga met die huisarts en die huisarts met mij. Maar dat is niet het geval. Je wilt die huisarts en dat ziekenhuis ook met elkaar in verbinding brengen. Mm-hmm. En onder dat netwerk. Anders moet alles via de verloskundige gaan lopen. Dat wil je niet. Je wilt de rechtstreeks data-uitwisseling wil je gaan faciliteren. Dus ja. dat netwerk, ja, misschien is het ook echt wel anders. Want het gaat er dus niet om... Die moet dus ook iets gaan coördineren. Die moet ook iets gaan kunnen coördineren voor andere partijen. Maar bedoel je dat er met één toestemming dan meteen uitwisseling binnen dat hele netwerk kan plaatsvinden? Of waar zou dat netwerk dan voor zijn? Of is het gewoon localisatie van data waar nog meer data beschikbaar is over de patiënt? Ja. Als je dus kijkt naar samenwerkende netwerkpartijen. Dus mensen zijn betrokken voor een bepaalde casus. Denk dus in bijvoorbeeld geboortezorg, maar dat kan ook een jeugdzorgdossier zijn of wat dan ook. Dan wil je dat er dus, dan is er vaak een case manager of een coördinator in zo'n netwerk aanwezig. En die wil dat bepaalde partijen met elkaar dus nu iets gewoon gaan regelen. Dus die krijgt die zorgt ervoor dat dus het ziekenhuis en de huisarts met elkaar iets kunnen doen. Zonder dat de patiënt of de burger naar al die partijen toe moet om expliciet die toestemming te kunnen geven. Ah, duidelijk. Oké. Ja. Ja, het klinkt wel een beetje alsof dat er buiten zou staan. Want de toestemming moet nog steeds natuurlijk verleend worden, in ieder geval bij elke bron. Als je te maken hebt met dossierhouderstoestemming, van deze partij mag al mijn gegevens uitwisselen met iedereen die daar baat bij heeft voor de behandeling. Maar dat groeperen van partijen die allemaal
inderdaad een soort case manager rol, groeperen van alle partijen die te maken hebben met de case van een, met de casus van een patiënt. Klinkt wel alsof dat buiten de scope van deze werkgroep ligt in ieder geval. Maar het is denk ik wel een interessant idee om... Ja, ik weet niet of die er buiten valt, want als je namelijk nu een... ik denk dat in Jorre bijvoorbeeld vanuit Baby Connect de case manager is een belangrijke pijler in een programma. In ieder geval in een toestemmingsstuk. Dus de vraag is wel, zeg maar, hoe zorg je ervoor dat in een Baby Connect situatie, hoe zorg je ervoor dat als het ziekenhuis en de huisarts moeten samenwerken, dat je niet en naar het ziekenhuis en naar de huisarts hoeft om dit te gaan faciliteren. Terwijl dat je tijdens de intake eigenlijk al kunt zeggen, dit en dit, dit zijn mijn betrokken partijen en ik vind dat goed dat die met elkaar gaan samenwerken. Dat zou voor een patiënt, vanuit het patiëntperspectief, lijkt mij dat de enige vraag te zijn die je hoeft te beantwoorden. Ja. Dus het heeft wel impact op hoe de toestemming uitgevraagd wordt, als je zo'n soort case manager hebt. Want die zou dan met één klap kunnen zeggen, binnen dat netwerk van die partijen, die allemaal aan jouw casus werken, mag alles uitgewisseld worden. Ja, precies. Ja. Ja, dat is logisch. Dus dit wat betreft denk ik de workflows die we willen ondersteunen. Ja. Klopt dit met wat jullie nu, met jullie behoeften? Ja, het is wel een paar aannames, want wij, misschien al iets te veel diepgang, maar bijvoorbeeld als wij als we nadenken over hoe we consent zouden willen vastleggen in NUTS, op dit moment doen we dat niet. Op dit moment zijn er gewoon consent stores die een fire interface hebben waarbij je consent resources kan opzoeken. En dan elke organisatie specificeert, ik sla hier mijn consent op. Er mag maar eentje zijn per organisatie. Dus het wordt niet in NUTS vastgelegd. Nee, denk ik ook niet hoor. Ik denk niet dat een consent per se in... Oké, ja, dat vroeg me dus wel een beetje af. Want als we wel die kant op zouden gaan, dat we consent vastleggen in NUTS als credentials, dan authorization credentials zijn dan niet echt nodig meer. Als je het een beetje ver doortrekt, want je kan een bevraging baseren op alleen consent. En als je authorization credentials erbij houdt, omdat authorization kan natuurlijk ook op basis van iets anders zijn, hè, dan alleen consent, dan moet je elke keer dat je een poging doet op basis van die authorisatie credential, de consent controleren, of die nog steeds geldig is, en anders de authorization credential intrekken, zeg maar. Dat je dat in sync houdt. En dat technisch, dat zorgt nog wel voor een paar problemen. Of in ieder geval dingen waarvan ik denk van, is dat nou echt nodig dat we, weet je, drie verschillende credential types hebben die je dan ook moet synchroniseren met elkaar. Dat is wel veel gedoe. Maar consent gaat niet vastgelegd worden in als een credential, dan heb je daar natuurlijk is daar geen sprake van. Precies. Kijk, de toestemming is natuurlijk maar een van de grondslagen voor een authorisatie credential. Dus het kan best wel zijn dat een authorisatie credential. Ik zou het uitgangspunt is in principe dat je alleen data op gaat vragen met een authorisatie credential. Anders krijg je namelijk van voor de ene uitzondering heb je een authorisatie credential, voor de andere heb je alleen maar toestemmingen, voor de andere. Je krijgt alleen in principe alleen een authorisatie credential is zeg maar degene waarmee je API's, waarmee je een access token kan ophalen. Ja. Ook omdat natuurlijk stel je voor, je moet elke keer langs een arts heen. En die arts moet een keer toestemming geven voor het authorisatie credential. Dan wil je niet elke keer als je alleen maar die toestemming opslaat, elke keer langs die arts heen. Mm-hmm. Dat had ik al gezegd. Ja, dat klopt, maar we slaan geen authorisatie credentials op, we werken alleen maar toestemming credentials. Dus die toestemmingen zijn een bron voor authorisatie credentials, maar uiteindelijk wil je die authorisatie credentials zijn long-lived. En de grootste uitdaging is dus, hoe zorg je ervoor dat als een grondslag voor een authorisatie credential verloopt, dat je die dus meekrijgt. Precies. En volgens mij, en is dat gewoon een gebrek aan op dit moment hoe dat soort stores zijn ontwikkeld. Kijk hoor, dit is nog een andere. Ja, gelukkig. Dit zijn eigenlijk de deliverables. En ik heb het idee dat we de contact point, de integration point van de consent store en zeg maar infrastructuur met elkaar moeten gaan,
gaan afspreken. Ja. Nou ja, wij hebben nagedacht over... dat zou, want als je de consent buiten nuts opslaat, wat nu is hoe wij het hebben geïmplementeerd ook, dus elke partij heeft de fire interface, daar wordt in principe de consent beheerd. En tegelijkertijd hou je je authorization credentials langdurig, dan heb je wel dat elke keer dat je een access token aanvraagt op basis van een authorization credential en een poging doet met die authorization credential, dat de andere partij moet dan valideren of de wettelijke grondslag er nog is. Want als die wettelijke grondslag ondertussen weg is gevallen, dan is de authorization credential niet meer geldig en dan moet die ingetrokken worden. Dus hoe dat nu geïmplementeerd is bij ons, en dat is best wel een beetje een lullige manier van het implementeren, is jij doet, je hebt een authorization credential, op basis daarvan vraag je een access token aan, op basis daarvan ga je de data ophalen. Dan gaat de andere partij, die controleert dan eerst de authorization credential, en die gaat dan zelf ook nog een poging doen bij de consent registry om te kijken of de consent er nog is, ja of nee. En als de consent er dan niet is, dan trekt hij de authorization credential in. En ja, dat zou eigenlijk moeten gebeuren aan de kant van de authorization server. Daar geef je het access token uit. Precies. Ja. Dus wij dachten van, als je nou authorization credentials helemaal weg zal laten. Hè? Dus je hebt alleen access tokens. En op het moment dat je een access token opvraagt, wordt er gecontroleerd, heb je wettelijke grondslag of niet? Een van die manieren is dus, is er consent, ja of nee? Dan weet je, die access tokens zijn altijd kortdurig. Dus dan weet je, oké, nu is er nog wettelijke grondslag. Je mag voor de komende 10 minuten, 15 minuten, mag je pogingen doen. Maar de wettelijke grondslag die onder die access tokens zit, die is wel langdurig. Want die consent credential, die blijft gewoon staan. En dan heb je geen problemen met syncing issues. Je hebt gewoon elke keer dat je opnieuw probeert data op te vragen, wordt er gecontroleerd. Is er toestemming of is er wettelijke grondslag op een andere basis? Krijg je een kortdurige access token, dan kun je de data opvragen. En dat vonden wij eigenlijk een stuk nettere manier dan met langdurige authorization credentials, die je uiteindelijk dan ja, toch weer moet controleren. Omdat ja, je weet niet of de wettelijke grondslag van de andere kant valt. Dus een dingetje waar we een beetje mee aan het struggelen waren. Volgens mij heb ik dit vorige keer met jou en met Wout besproken. En toen was het argument, en dat vind ik wel een heel redelijk argument, dat... eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Het zou op het moment dat die wettelijke grondslag verdwijnt, dat degene die daarvoor verantwoordelijk is, dat die de authorization credential intrekt. Mm-hmm. Dus dat je het meer proactief aanpakt, dat je er eigenlijk altijd vanuit kan gaan, als er nog een authorization credential is, dat betekent dat er wettelijke grondslag is. Ja. Dat is heel lastig om te implementeren, als je een hele hoop verschillende consent stores hebt ook. Ja, dus dat is een beetje de vraag, zeg maar, of we dat kunnen oplossen door bijvoorbeeld te zeggen van, nou ja, jullie hadden voor mij als voorbeeld, hadden jullie zorgplatform. Dat je zegt tegen het zorgplatform eigenlijk van ja, ik bied een infrastructuur aan op basis van jullie consent. Op basis van de toestemmingregistratie die jullie in vastleggen. Ik wil weten wanneer een toestemming bijvoorbeeld wordt aangemaakt. Als die specifiek is, dan kan ik de autorisaties bijvoorbeeld al uitgeven. Ja. Dat betekent ook dus dat je zeg maar de autorisatie kan gebruiken ook als een soort notificatiemechanisme. Ja. Ik wil ook weten wanneer de grondslag, in dit geval dus de toestemming, wordt ingetrokken. Want dan moet de autorisatie worden ingetrokken. En het mooie ervan is, als je het op die manier implementeert, dan heb je die systemen ook los van elkaar. Want namelijk het autorisatierecord hoeft niet per se het bronsysteem te zijn. Dat gaan we nu vanuit. En dat is namelijk wat jullie nu voorstellen. Dan ga je naar je met een verzoek in de hand ga je daar naartoe. En dan wordt er lokaal gekeken of de toestemming is of niet. Maar in principe zou de resource server, het enige wat hij hoeft de autorisatieserver, die moet in principe gewoon uit kunnen gaan van de geldigheid van het consent. Ja. Ja. En anders dan moet je dus al die extra controles doen. En dat gaat natuurlijk ook, dat gaat ook gewoon, dat voelt ook niet heel logisch. Nee, dat wordt alleen uitgaande van natuurlijk dat er een consent is. Kijk, er zijn natuurlijk meer grondslagen en dan, dus wat we moeten garanderen is, dus als er ergens een autorisatierecord is, dat die dus altijd actueel is. Single source of truth. Ja, dat zou wel ideaal zijn natuurlijk. Hè? Want dat zorgt er ook voor dat het systeem ook gewoon performant blijft. Want als ik elke keer dat iemand data op wil halen, de consent storm moet controleren, dat is een hele hoop requests, heb je het dan over. Het zou ideaal zijn als de authorization credential inderdaad een single source of truth zou zijn, dat we er altijd vanuit kunnen gaan dat die geldig is. Alleen, je moet ook kijken naar hoe realistisch dat is in de huidige... markt met de partijen die nu beschikbaar zijn. Want het is op de chipsoft al lastig om überhaupt
consent beschikbaar te stellen. Epic doet het bijvoorbeeld al helemaal niet. Dat is gewoon, ja, probeer maar data op te halen. En als er geen consent is, dan faalt het. Ja. Weet je, dus je hebt te maken met dat soort partijen die allemaal hun eigen consent beheren. En die push van hun vraag is veel meer unreliable natuurlijk. Of nog moeilijker reliable te maken dan als je het inderdaad van hem moet poelen. Dat is wel zo. En het lullige is, er hoeft maar één partij die zijn consent bijhoudt, die zelf zijn consent bijhoudt in het netwerk te zijn die het niet ondersteunt. En dan kan je eigenlijk al niet meer uitgaan van die authorization credentials. Dat klopt, maar je hebt natuurlijk altijd, je kunt altijd toch die controle doen achteraf, zeg maar, lokaal. Dus als je weet van, uiteindelijk is het de bronhouder. Hè? Dus de bronhouder die gaat die gegevens ophoesten aan de hand van dat record. En als die zegt van, ja, ik beheer die toestemming ook en mijn systeem werkt niet als dusdanig, dan moet ik dus die controle nog doen. Want ik weet dus niet of dat mijn eigen autorisatierecord eigenlijk, of ik die nog vertrouw. Want mijn eigen autorisatierecords kan ik daar niet mee werken. Dus die controle kun je altijd doen. Maar het staat ook toe dat je bijvoorbeeld gaat zeggen, ik ga naar een MITS als opvrager. Ik vraag daar, is er een alle toestemming bijvoorbeeld, of specifiek voor een bepaalde use case. Zij ondertekenen consent, hè? Ja, ik wou zeggen, zij ondertekenen autorisatierecord, maar dat doen ze niet, ze ondertekenen een consent. En die wil je kunnen aanbieden bij een, die wil je aan kunnen bieden van een autorisatierecord. Ja, dan heb je eigenlijk vergelijkbare constructie inderdaad. Dus dat je ook inderdaad, als dat autorisatierecord dan, dus ja, een consent, een systeem waarbij je dus niet in kan trekken, zou zo'n autorisatietokens ook niet te lang moeten laten geldig zijn dan. Dat is dan daardoor eigenlijk ook een gevolg. Dus ik denk dat dit soort zaken moeten we met elkaar gaan uitzoeken. Maar ik denk dat de scope helder is. Ik denk dat dit een prima scope is ook. Het is een behoorlijke klus. Dus een behoorlijke hoeveelheid dingen die we hier proberen aan te pakken. Ja. Maar ik denk wel dat dit hele essentiële onderdelen zijn om op te lossen binnen MITS. Met name dus, ik denk dat we al een heel eind kunnen komen met hoe we consent registries vastleggen. En beschikbaar stellen. Want daar hebben we wel al een idee over waar we best wel tevreden mee zijn. Op basis van FHIR. Ik denk dat we daar al een heel eind mee kunnen komen. Alleen, ja, hoe je dat dan combineert met authorization credentials, daar gaan we echt nog wel een heel stuk over moeten nadenken. Natuurlijk toestemmingsverzoek wat daarna dan komt. Ja. Maar ik denk dat de scope helder is en dat we hiermee best verder kunnen. Ja. Even kijken, want deze, ik heb nog een sheet 9, die heb ik even overgeslagen. Maar volgens mij is deze vraag is natuurlijk niet eens zozeer voor ons, maar vooral voor de werkgroep. Hè? Dus hoe map je iets nou op een autorisatiecredential? Dus alle relevante partijen, dus dat is die meest brede of specifiek. Dus X en Y met een bepaald onderwerp van mijn dossier mogen samenwerken bijvoorbeeld. Of ik geef... als je dus bij de arts zelf zit, ik geef het een bepaalde dokter, dus hoe zorg je ervoor dat bepaalde toestemmingen, dat je die dus ook gaat mappen op, dat moet een onderdeeltje zijn. Ja. Kijk nog even naar de deliverables, ik denk dat het wel goed is dat we ze allemaal even nog langslopen, want volgens mij kunnen wij grofweg drie dingen in voorzien, binnen onze circle of influence die we hebben. Namelijk RFC's opschrijven. Dan kunnen natuurlijk ook andere partijen kunnen daar, ondanks dat ze geen nuts nodig hebben of zo, kunnen daar dus wel naar verwijzen en gebruik van maken. Dus als voorbeeld dat zorgplatform waar we het net over hadden, die zou dan bijvoorbeeld volgens RFC 20 of zo, zouden ze hun interfaces kunnen standaardiseren. Dan heb je in ieder geval een handvat om met elkaar ook over te praten. En als het even niet past, dan kun je ook een nieuwe versie met elkaar afspreken. Ik denk dat op dit moment nog mist, omdat iedereen gewoon zelf wat doet en een paar API's definieert. Je had het al over FHIR. Nou, dat zou een manier kunnen zijn om die interface te standaardiseren. Maar dan heb je het natuurlijk ook nog steeds over de manier van opslaan. Ik heb zelf al eens mappings proberen te maken op FHIR. Je kunt nogal wat velden en codestelsels kiezen voor... Van wat bedoel je? Van consent? Ja, voor consent. Ja, klopt. Er is een hele hoop... Ja, daar moeten we gewoon een standaard in kiezen, denk ik. Ja, en ik denk dat we daar ook echt wel moeten terugvallen of kijken naar bestaande uitzoekwerk. Ik denk dat
Ik denk dat mits, toen het nog geen mits heette, hebben ze ook heel veel met Firewall zitten kijken. Dus ik denk dat we daar gewoon, voor mij moeten we daar gaan samenwerken met dit soort, met dat soort clubs op dat vlak. Ja. Dus we moeten workflows kunnen we afspreken. Dus hoe gaat dan die request? Je stuurt iets op, dat is een bepaald bericht, je krijgt iets terug, moet asynchroon zijn. Kunnen we voor een groot deel denk ik al terugvallen of gebruik maken van de voorgestelde standaarden van OpenIQD Connect voor verifiable credentials. Dat is een OAuth flow om verifiable credentials met elkaar uit te wisselen zonder dat je daar dus, wat wij nu doen, Nuts netwerk voor nodig hebt. Ja. Dus dan kun je dus ondanks dat we bijvoorbeeld jullie Nuts node hebben draaien, MIDS en zo'n platform dat niet, dan kun je nog steeds met OpenIQD Connect voor verifiable credentials, kun je dus met elkaar dat soort zaken met elkaar uitwisselen. Ja, ja. Ja. Nou ja, hoe die credentials en hoe je ze moet gebruiken. Dus dat heeft natuurlijk ook een stukje governance zit erop. Van wie mag ze uitgeven? Wat voor afspraken maken we erover? Wanneer kun je ze vertrouwen? Dus ik kan best wel voorstellen dat als jij bijvoorbeeld credentials uitgeeft uit een online toestemmingsvoorziening voor anderen, dat daar dus een afspraakstelsel onder hangt waarvan je dus moet laten zien dat je daar onderdeel van bent. Als je niet onderdeel van het afsprakenstelsel bent, dan kun je daar ook niks over zeggen eigenlijk. Hè? Als wij niet afgesproken hebben op wat voor voorwaarden zo'n toestemming moet, hoe die moet uitgevraagd zijn, ja, dan heeft dat geen waarde. Een goede toevoeging. Even kijken, een proposal voor Nuts Node Support, het allow easy integration. Dus dat is puur zeg maar, hoe gaan wij ervoor zorgen dat als we die RFC's hebben opgeschreven, dat wij eigenlijk dat de integratie met de Nuts Node lekker makkelijk gaat. Dus we hebben weer een bak van RFC's, maar dat worden uiteindelijk API's waar jullie systemen mee gaan praten. Nou, dan kan ik me bijvoorbeeld voorstellen als je dus autorisatiecredential uitgeeft en je weet, legal basis 5 is verlopen en er zijn misschien wel 20 van die autorisatiecredentials, dat je dan ook gewoon die in één keer moet kunnen intrekken. Dus dat soort voorbeelden. Dus met elkaar even afspreken van hoe gaat de integratie voor jullie zo makkelijk mogelijk worden op basis van die RFC's. En dat je dus niet zeg maar, zelf bijvoorbeeld zo'n consent request flow, dat je niet zelf hoeft te bouwen of niet dat heen en weer pingpongen, maar dat de Nuts node eigenlijk gewoon voor je doet. Ja. Als de andere kant netjes zo'n API implementeert. Hm. Ik denk dat een van de belangrijke zaken is, dus hoe kunnen we nou zorgen dus dat partijen die use cases bouwen, inclusief misschien jullie zelf voor bepaalde toepassingen, hoe kunnen die nou het zo opschrijven in hun afsprakenstelsel dat ze de bouwstenen die we hierboven aanbieden, dat je die dus kunt gebruiken en kunt toepassen. Dus als je inderdaad werkt met bijvoorbeeld een case manager, hoe schrijf je dat nou uit en wat zijn de regels die je dan afspreekt? Of als je werkt met jeugdzorg, hoe zorg je er dan voor dat dus dat zo'n toestemmingsverzoek netjes wordt afgehandeld door iemand die er even naar moet kijken bijvoorbeeld. Dus welke voorwaarden moeten er bijvoorbeeld worden voldaan? En dit is natuurlijk ook nog wel leuk interessant, want dat is uiteindelijk als je zegt van ja, is goed. Bijvoorbeeld voor je mag samenwerken in dit netwerk rondom Baby Connect. Wat betekent dat dan eigenlijk? Dus ja, daar gaan wij niet over bedenken, maar dat betekent wel dat ze dat moeten opschrijven. Moet ergens vastgelegd, ja. Ja. Ja, dan ga je toch weer richting Smart on Fire. Ja, nou ja. Ja, in eerste instantie is het natuurlijk uiteindelijk wordt het een authorization credential met iets erin. En dat kan dan queries zijn met uitgeschreven paden. Dus misschien gewoon echt letterlijk een fire pad. Maar dat kan dus ook een Smart on Fire zou een optie kunnen zijn. Maar die is op dit moment nog geen onderdeel van onze nutstandaarden. Nee. Dus een nutsnode hoeft hem ook niet te begrijpen. Maar het is misschien wel iets interessants om naar te kijken. Dat je meerdere manieren voor autorisatie credentials format gaat bekijken. Ja, we doen dat nu op basis van de zorg en zagen zorgtoepassingsprofielen. Die scopen al, zeg maar, waar je wel of geen toestemming toe geeft. Een soort van met mijn gegevensdienst eigenlijk. Blijft het al. Ja. Okay. Ja, je ziet nu heel erg dat dus de manier is hoe NICTIS werkt. Hè? Dus al die... Ja. Al die toepassingen die hebben natuurlijk ook, denk ik, op de B gezet op de vergelijkbare manier. Die definiëren gewoon een lijst van queries om een bepaalde zip op te kunnen halen. Ja, ja. Ja, voor MIDS hebben ze het ook. Alleen voor MIDS zijn die groepen wel heel grof. Dat zijn volgens mij iets van 3 groepen die ze hebben. Hmm. En dat is het. Dus dat lijkt me dan weer... Maar iets vergelijkbaars wel. Ja. Ja. Hey, ik moet gaan naar volgende overleg. Lekker goed. Plannen we een vervolging?
Ja, ja, we gaan... ik zal de volgende keer eventjes kijken of we dat meer met een dataprikkertje kunnen doen. En ja, de andere werkgroep gaat nu een real-life meeting doen. Ik kan me voorstellen dat het voor ons ook wel interessant is. Nou, ik wilde eigenlijk, ja, dat was me vergeten te zeggen. Dit heeft, wat daar gebeurt, heeft ook impact op wat hier, waar wij uiteindelijk met een oplossing voor komen. Want op dit moment het beste wat we kunnen doen, is toestemming geven aan of van één organisatie bij één vendor. Terwijl letterlijk is het natuurlijk zo dat toestemming voor de hele organisatie, maakt niet uit welk grondsysteem ze gebruiken, is. Dus afhankelijk van wat daar gebeurt, dat heeft denk ik ook impact op hoe we die toestemming hier gaan doen. Ja, dus idealiter ga je natuurlijk op een gegeven moment een toestemming afgeven op een logische identifier van een, zeg ik het goed, een logische? Een globale identifier eigenlijk. Globale identifier, een OID of zo, iets. Maar niet een netwerk identifier, want daar heb je dus prevent als zorginstelling meerdere van. En dat zou uiteindelijk onder water natuurlijk voor nuts moeten gaan werken. Ja, dat zit op een iets lager niveau natuurlijk, maar je hebt gelijk, ja. Nou, top. Goed begin. Ja, mooi. Spreken we elkaar gauw weer. Ja, goed. Thanks, Steven. Ja, jullie ook. Dankjewel.